mag doen wat je wil. Dus het is helemaal goed. Je vertrekt dus dan vanuit je eigen interesse. En er wordt eigenlijk altijd een stakeholder bij gezocht. Dus echt iemand uit het bedrijfsleven om opdrachten echt te maken eigenlijk. Ja, het gaat echt van links naar rechts. Je mag het verzinnen. Die open manier van denken en die open manier van werken, daar haal ik in ieder geval heel veel plezier uit. Voornamelijk de vrijheid die je krijgt toch wel. Sprak mij toch wel heel erg aan. En vanuit docent is er dan natuurlijk nog altijd begeleiding. Je mag zelf kiezen welke challenge je kiest en deze uitvoeren natuurlijk. Tot het in de praktijk echt gebruikt wordt. Ik vind dat echt super vet. Je kijkt ernaar en je hebt echt iets neergezet, zeg maar. Het geeft veel motivatie om ook echt iets gaafs neer te zetten. Het leukste vind ik dat je zelf mag kiezen met welke technologie je bezig bent. En zo echt problemen probeert op te lossen. Ja, in die steek kun je echt grote thema's aanpakken. Dus. Ik denk dat je bij mijn specialisatie echt leert om op jezelf toch wel te werken. Ja, dus echt de skills om iets eigen te maken en hoe je dat doet, dat proces, om dat in principe goed en gestroomlijnd te doen. Dat is het grootste gedeelte wat je eruit haalt. Ik denk dat specialisatie vooral goed past bij mensen die zelf de regie pakken. Dan moet je wel de verantwoordelijkheid nemen om dat zelf te regelen.